Jongens, we zijn weer een keer met z'n vieren. Zellig. Dat is lang geleden. Wat zeggen jullie niks? Ja, leuk dat ik er weer ben. Tim. Leuk. Arjan, wat heb jij meegemaakt in de afgelopen paar weken? Ziek zijn. Oh. En naar de rand ben ik met mijn nieuwe baan bezig geweest. Dus kost even veel tijd. Maar ongeacht, toch naar de mol gekeken. En wat nog meer? Ja, verder rest weinig. Een beetje nauw naar eens gezocht weer. Een beetje weer erin verdiept. Vanaf aflevering 3, 4. Aflevering 2 heb ik eigenlijk een beetje geskipt. En wat nog meer? Wat bedoel je nog meer dan? Waar wil je heen? Tim? Of mag de wereld dat niet weten? Oh, je bedoelt een date. Oh. Ja, jij wil dat de wereld gaat weten dat ik bezig ben met een vriendin. Oké. Misschien. Is goed. Maar dat is privé. Maar kom ik al nog mee. Maar ik vind het niet erg dat de wereld weet dat ik een hele lieve vriendin leuk vind. Okay. Mooi. Is er een molafspraak geweest dan, deze aflevering? Heb ik iets gemist? Nou, heb jij dus een molafspraak gehad, hè? Oh, oké. Okay. Ja. En hoe is het met Kim haar stem? Nou, die is al wel wat beter. Maar het hoesten blijft. Dus als je me af en toe op mute ziet gaan vandaag, dan weet je dat ik gewoon even keihard aan het hoesten of niet zo ben. Wat zei je? Ja. Wat? Wat zei je? Dat... Nee hoor, grapje, Kim. Echt, mijn energielevel is echt laag. Al mijn energie vandaag gaat in deze podcast. Dus ja. Oké, spannend. Nou ja, ik ben gewoon kapot moe, dus vandaar. Ja. Tim weet ook niet zo goed wat ik moet zeggen, dus oké, spannend is het dan. Wie, ik? Ja. Hoezo? Nou. Dan komen we bij Dinant uit. Maar Dinant, ik hoorde toch wat nieuws van jou? Ik dacht, nou, wat gebeurt hier? Hij heeft gewoon, dames en heren, hij heeft gewoon 250 snapstreaks met Kim. Ja, nee, maar met meer mensen. Maar dit is gewoon echt heel toevallig dat het vandaag is. Maar, ja. Dan krijg ik een appje van hem. Zegt hij, ik heb morgen 250 snapstreaks met Kim. Nee, dat is niet waar. Dat heb ik niet gezegd. En voor de mensen die niet begrijpen wat snapstreaks zijn, dat is zeg maar dat je elke dag een foto naar elkaar toestuurt. En dat telt dan op. Hoeveel dagen je ermee bezig bent. En Dinant en Kim hebben al 250 dagen elke dag een foto naar elkaar gestuurd. Wil je wat leuks weten, Tim? Nou. Dinant krijgt alleen goodnight snaps van mij. En andersom ook. Ja. Arjan? De rest word ik wel overal volgespamd door Dinant. Dat wel. Ik ook. Een drie tot vier snap-appjes per keer gewoon. Maar goed. Welkom in Procast, de Mol podcast van De Mol Pro. Ik bespreek de afleveringen met Dinant van WIDM 2023 Hints, Kim van moet ik mezelf nu mijn eigen naam zeggen? Ja. Je YouTube-kanaal. Echt hoor, dit is echt het enigste waarvoor ik vandaag mijn bed uitgestapt ben. Ja, maar zeg maar. Oké. Kim Koké, oké. En Arjan van? Mollenjagers_2023. En Arjan, dan wil ik toch even beginnen met jou. Want ik zie op jouw shirt 3301 staan. En als jij 301 daarvan pakt en die 3 omdraait, krijg je... Oh. Een mol. Ja. Nee hoor, jongens. We bespreken in deze podcast aflevering 3 en aflevering 4. We proberen er een beetje een soort haast achter te zetten, maar ook weer niet. We gaan er met de belangrijkste punten doorheen, lijkt mij het beste. Aangezien we 3 en 4 bespreken. Ja. Laten we dan maar even bij de hoofdvraag beginnen. Dinant, wie is tot dusver jouw mol? Na aflevering 3 en 4. Nou, ik denk na aflevering 2 heb ik gezegd Laila en kom voor. Dus ja, ik zit nu Ruben.
Alleen Ruben? Nee, als hoofdverdachte Ruben. Als hoofdverdachte. En welke twee bijmollen? Of één bijmol? Toos vind ik nog wel verdacht. En Lancelot ook. Oké. Interessante keuze. En Arjan? Hoe geldt dat voor jou? Thomas. Alleen Thomas? Ja, eerst was het Leila en Thomas. Dus voor mij is het wel een opluchting geweest voor de aflevering. Dat Leila ja. Ja. Ik blijf lekker vrolijk zitten in de Thomas-tunnel. Al hou ik wel een beetje een oogje richting Toos. Toos. Ja. En Kim? Nou, ik ben het ongeveer wel eens met de jongens. Ik zou alleen Ruben en Thomas juist weer niet noemen. Dus Toos en Lancelot zijn de twee die bij mij er echt bij opvallen. En ik kan van de twee nog niet een hoofdverdachte kiezen. Want zeg maar wat Tim vorig jaar bij de Mol Nederland had, dat heb ik nu een beetje met deze twee. Ja. Dat snap ik wel wat je daar hoort. Helaas. Maar wie verdenk ik dan zelf? Wie verdenk je, Tim? Oh, nou, dankjewel, Dino, dat jij dat zegt. Ik verdenk Thomas aan de ene kant, maar ook Ruben. Dus dat is weer een soort gulden middenweg hier zo. Precies de twee die ik niet koos, maar we zitten allemaal op een soort van dezelfde lijn. Die vier moet, één van die vier is het. Ja, ik heb zelfs gewoon een beetje Toos wil ik eigenlijk een beetje afstrepen, omdat het eigenlijk puur door aflevering 1 komt. Ja, ik wil het ook, maar ik heb juist Thomas weer een beetje afgeschreven. En zo zijn er verschillende meningen. Aflevering 3, weet iemand nog met welke opdracht dat begon? Ja. Dan geef ik het woord aan Arjan. Dat begon met de opdracht met de hoefijzers. De opdracht was waren wel belangrijk. Waren de hoefijzers verstopt en als je die koppelde, dan kreeg je een duo. Van Zorro bijvoorbeeld en Tornado, Lucky Luke en Jelly Jumper en Pippi Langkous en ditje. Bijvoorbeeld dat als je die koppelde, dan kreeg je voor het blauwe en het rode en het witte, hoefijzer kreeg je geld uiteindelijk. En de groepen moesten ingedeeld worden, je kon voor stalknechten gaan en dat ging Lieselot en Ruben. Ja, waar zou de mol hier willen zitten in deze positie, Arjan? Ik denk in het veld. In het veld? De meeste kans om toch nog een beetje invloed te hebben op het spel en wat er gevonden wordt. En ik denk dat je, als je bij Lieselot of Ruben zat, had je alleen maar invloed op welke kleuren, met eigenlijk simpele opdrachtjes die eigenlijk niet konden mislukken. Dat daar de mol dan zat, had ik raar gevonden, laat ik het zo zeggen. Dan denk ik dat ik het wel goed uitleg. Ja. Toen zei Kim net nog dat er voor die opdracht ook nog iets gebeurde. Ja, er was de eitjes werden aan het begin van de aflevering uitgedeeld. Oh ja. Nou, dat was nog eigenlijk wel iets belangrijks voor de tweede opdracht natuurlijk. En wat viel jou daarbij op, Kim? Ik weet niet of het al aan het begin van de aflevering was. Van Ruben of van Lancelot? Nee, van Lancelot. Dat was volgens mij ergens in het midden, dacht ik. Dat was na opdracht 1, ja. Ja. Nou ja, wat mij hierbij best opviel, Ruben, die wilde in eerste instantie de tekst een beetje achterhouden. Om dan goed te gaan kijken wie er zou reageren op dat rode ei. Want de mol heeft natuurlijk voorkennis. Maar ja, Thomas wilde dat niet. Ja. Dus ja, dat vond ik vooral een beetje een soort van verdacht van één van die twee, want ik verdenk ze beide. En Thomas zag je dubbel afgebeeld tijdens dat ze kwamen binnenlopen op een spiegel naast hem. Dat vond ik zelf wel een verdacht iets. Oh, tweeling natuurlijk. Ja, Thomas is ook nog tweeling, dus staat voor tweeling. Twin Peaks. Dubbelrol dit seizoen. Oeh. Hij was als enige in ieder geval in de spiegel te zien en dat vond ik wel verdacht. Ja, nou ja, misschien wel de mol die zichzelf ziet. De dubbelrol. Ja, het zou simpel in zijn. Ja. Maar dan gaan we even naar opdracht 1. En dan geef ik even Dinant het woord, want Dinant is natuurlijk weer heel stil. Zoals elke procast. Nee, grapje Dinant. Dat was de hoefijzer opdracht. Je weet wel met die duo's, zeg maar. Wat viel jou daar nou erg op? Nou, dat er aardig veel mensen nog wel gepakt werden. Ja. Dat we ook best wel veel die pakten er dan één per ongeluk was dat wel.
Dat was volgens mij ook bijvoorbeeld bij Connie en Laila, was dat? Ja, ja. Maar die zijn weg nu. Dus ja, dat was wel echt per ongeluk. Maar dat je gewoon al die dingen te vroeg oppakt, waardoor je afgaat. Ja, en Comfort, die wilde hem even goed leggen. Nou, jongens, je hoort, de opdracht is, als je de hoefijzers aanraakt, dan gaat dat paard rennen. Even serieus. Of nou ja, lopen dan. Rennen, lopen. Wat doet Comfort? Die loopt het veld op. Die ziet een hoefijzer omver liggen en die denkt, goh, laat ik hem even recht leggen. Maar is dat een molactie of denk je dat dat een kandidatenactie is die ze gewoon een kandidaat, gewoon een stom, even dat de hoefijzer recht legt? Want ik vind als je als mol daar in die positie dan op dat moment een hoefijzer aanraakt en je zet je buitenspel eigenlijk een beetje te vroeg. Ja, het lijkt me niet. Inderdaad, dat dan de mol zou doen. Want je zet je eigenlijk als mol zijnde voor die opdracht al buitenspel. Ja. Dat vind ik eigenlijk dan een beetje te vroeg. En daarom denk ik dat Comfort eigenlijk hier al niet de mol is. Nee. En Connie ook niet en Connie is al afgevallen blijkt. Ja. Mag ik daar wat aan toevoegen? Natuurlijk. Het hoefijzer waar zeg maar de naam op stond lag ook op de grond. Dus er denk dat zij echt even in het de gedachte van het spel even snel dat ding omhoog heeft gezet, zodat ze kon lezen wat er stond. Omdat ze wel met die 1 minuut tijd zaten voordat het paard ook ging rennen. Dus ik sluit me erbij aan, dit was gewoon een kandidaatactie. Ja. Dus eigenlijk ook meteen weer een anti-molactie. Misschien zelfs zo. Ja, zeker. Dus het is eigenlijk een molactie, maar toch een anti-molactie. Dus een soort omgedraaide psychologie. Ja, ik vond hier eigenlijk in deze opdracht twee personen echt verdacht. En dat waren Lancelot en Toos. Lancelot ja, ik ook. Lancelot omdat hij met Luc en Jolly Jumping snel koppelt. Ja. Eigenlijk het rode oefijzer daardoor al buiten spel zet. Ja. En Toos met Wietje en Witje. Ja, dat vond ik inderdaad ook heel verdacht. Want en Ruben, die Heemskinderen en Ros Beijhard had Toos ook invloed op. En dat was toch allemaal geld dat uit de pot ging. Ja, Ruben die geeft gewoon heel goed door die portofoon in eerste instantie door van, goh, het is wit je. Volgens mij tot 3 keer toe. En dan zegt Toos, jongens, het is witse. Oh. Ja, maar dit zijn van die kleine foutjes, maar dit zijn wel van die molfoutjes. Ja. Mm-hmm. Ja, klopt. Dat kan inderdaad best wel een goede zijn. Jongens, Lieselot. Is ze de mol of is ze niet de mol? Ik denk het niet. Ze staat wel steeds op ongunstige posities, maar wel steeds met 1 of 2 anderen. Ja. En als kandidaat zijnde, stel ze doet dit expres, is dit eigenlijk best wel slim. Ja. Want als je de test invult, kan je op... Als jij in groepen moet denken, is dat natuurlijk voor Lieselot een hele grote invloed. Ze kan elke keer de vraag op een andere invullen. De kleine groepje valt weg, dus heeft sowieso die vraag goed. Ja. Dus in principe vind ik dit best wel slim wat ze doet. Maar dan als kandidaat zijn, dus kunnen we hier eigenlijk wel Lieselot afstrepen. Ja. En het vette is, ik heb daar even een beetje soort research naar gedaan. Als je kijkt waar Lieselot steeds staat met welke kandidaten, dan staat ze dus met Lancelot, dan staat ze met Ruben en dan staat ze met Toos. Die drie staat ze in aflevering 3 en 4 bijna elke keer wel. Kan ook zijn dat haar verdachtes dus zijn. En daarom zit ze nog in het spel. Mm-hmm. Ja, want ze zit goed. Ja. Opdracht 2, denk ik. Mag ik nog een leuke verborgen hint? Wordt Arjan altijd heel erg gelukkig van verborgen hints. Ja, doe maar. Een kijker van mij die had hem gevonden, maar die zei in het begin, shot zeg maar, dat iedereen net wakker werd en zo, zag je een cowboylaars staan. En deze bleek van Ruben te zijn. En later in de aflevering moesten Lieselot en Ruben natuurlijk met die schoenen gooien. Zou dit een stiekeme hint zijn naar Ruben als mol? Ja, die had ik inderdaad ook gevonden. Maar je zei hem niet. Hoe bedoel je? Niet? Je vertelde hem net niet. Nee, klopt. Alleen dat was ook volgens mij was dat nog iets verder in de aflevering, dacht ik. Maar een cowboylaars dacht ik zelf niet. Maar ja, zo had iemand het omschreven in
Ik dacht namelijk... Ja, ik dacht namelijk dat het een... Adidas schoen. Even kijken, ja, of een Nike of iets in die richting. Een Adidas sportschoen. Ja, het was een sportschoen inderdaad, van Adidas. Zoals Arjan zegt. Maar ja, dat kan dus wijzen naar Ruben. Er stond in beeld en dan kon verwijzen naar Ruben, omdat hij of Lieselot, omdat hij de schoenen, de cowboyschoenen rechtop gooide. Ja, en volgens mij... om hem sterker te maken richting Ruben, omdat Ruben dezelfde schoenen aan had. Maar het is de schoen van Ruben waarschijnlijk die daar staat. Ja, dat werd er volgens mij ook in Café de Mol benoemd. Ja. Door zo'n tafelgast. Ja. Nou, toen ging Lancelot zijn ei dus kapot. Ja. Ja, mysterieus. Ja. Wie zou dat hebben gedaan, jongens? Lancelot. Ja. Het zou het mooi zijn als hij dat gewoon helemaal zelf heeft gedaan. Even naar buiten gelopen. Ja. Ja, ik vond zich wel iets goeds, want hij zei, want zeg maar, hij is natuurlijk zijn ei kwijt en dan is hij super boos en hij gaat zegt tegen de groep van ja, jullie moeten me allemaal mee helpen zoeken, want ik heb iedereen's koffer in de auto gedaan, ik was helemaal alleen buiten. En dan zien we vervolgens dat het ei buiten ligt, ja, in een tuintje, kapot gesmeten, niet stampen, want dan zou natuurlijk ook je hele schoen onder zitten. Ik denk dat hij hem gewoon zelf op de grond heeft gegooid. Dat kan een hele goede mogelijkheid zijn. Ja. Degene die om zijn ei heen weten en hebben gezien, waren volgens mij Lieselot, want die ging samen met Connie iedereen wakker maken. En de kamergenoot van Lancelot was volgens mij Toos, dacht ik. Het zou best kunnen, ja. Maar ja, natuurlijk kan iedereen het hebben. Hij lag naast de auto, toch? Ja. Ja. Nou, dan kan je eigenlijk waar ik aan zat te denken. Toos zit altijd in de grijze auto en Leila zat altijd in de witte auto. Dat zag je in zo'n extra filmpje. Nou weten we dat Toos en Lancelot bij elkaar zaten achterin. Die grijze auto stond toevallig ook achterop. Dus dan kan er eigenlijk de mensen die in de witte auto zitten eigenlijk al wegstrepen. Omdat ja, als je dat ei neergooit, als de grijze auto nog in moet stappen, dan neem je wel risico dat je dat ei ziet. Maar... Stel, hij is uit de auto gegooid of tijdens het instappen, dan is het logischer dat de grijze auto het heeft gedaan en niet de witte. Maar zou dat ei daarvoor al niet stuk zijn gemaakt? Maar dan is het dus juist dat de witte auto, vind ik, diegene die daarin stappen, minder kans hebben om hem daar gegooid te hebben. Oké. Snap je wat ik bedoel? Want dan dat vind ik wel een goede theorie. Ja. Drie in de achterste auto nog en... niet kunnen weten of kunnen zien. En wie zaten dan in die auto? Toos, Lancelot en de twee voorin. Wie waren dat? Ik weet het niet meer aan mijn hoofd. Oh. Leila en? Connie? Ja. Oh ja, volgens mij wel. Kan. Ja, want Connie zat er nog in die aflevering. Ja. Of Comfort, kan ook nog. Ja, ik weet het niet meer. Als Comfort, Leila en Connie misschien in die auto zitten, die zijn toch alle drie een soort van afgevallen. Dus toch, denk ik. Ja, maar maakt het zeker dat Lancelot het misschien zelf heeft genomen. Of Toos. Ja, of Toos. Ja, het kan. Maar hij lag aan Lancelot zijn kant. Ja. Als je daar ook de kijk mee weg te trekken, lag hij aan Lancelot zijn kant. Dus dan denk ik wel, oké, hij ligt aan die kant. Dus ja, Lancelot of degene aan de passagierskant heeft de meeste kans om hem daar neer te gooien te hebben. Wat ik nog wel even dan benoem, hè. Dat ei lag op zijn pet, toch? Ja. Zijn pet op zijn nachtkastje. Wanneer doe jij een pet op als jij... Je gaat niet je pet opdoen als jij gaat ontbijten, toch? Ja, weet ik niet bij Lancelot als je kijkt in de kamer eruit zag. Je gaat toch je Lancelot zijn volgorde weet ik niet. Nee, oké. Maar je gaat toch je pet pas opdoen als je naar buiten gaat of iets in die richting. Je spullen pakken en dan naar buiten. Maar ik denk dat jij zo denkt. Maar ik denk dat Lancelot, als je de kamer bekeek, toch iets andere volgorde heeft. Ja, oké, maar ik bedoel meer van... Er ligt een ei op een pet, ja? Dan moet je toch eerst dat ei eraf halen om die pet op te zetten? Ja. Ja. En hoe wist hij dat hij stuk gegooid was? Ja, dat vind ik wel wat anders, ja. Dat klopt. Want, en hij ligt dan in de tuin ineens, dat ei. Dat is heel raar. Ja. Hij weet het omdat hij het zelf heeft gedaan. Nou ja, dat is dus een hele goede mogelijkheid, dat hij gewoon dat ei bij zich heeft gehouden. Want hij doet toch zijn pet op en dan moet hij toch ergens dat ei kwijt.
een ei kwijt kunnen, snap je wel? Ja, en wat het natuurlijk sterker maakt dat hij dit ei kapot heeft gemaakt, is dat hij dat ei van Ruben naar de rand ook nog buitenspel zet. Ja, met die stoot. Ja, met dat douwtje. Iets verder in de opdracht natuurlijk, maar het maakt wel sterker dat Lancelot zijn eigen ei kapot heeft kunnen gooien. Ja, ja. En met die rietjes. Lekker horizontaal gooien in plaats van verticaal. Of precies andersom bedoel ik. Ja. Ja. Ik weet het niet. Maar toen begon dus de opdracht. Yay! In de roze pakken. In een roze jeep. Ik wil die echt roze, hebben. Wat een roze allemaal. Wil je hem hebben? Ja, ik wil alles hebben. Ik wil en het pak en de auto hebben. Ja, de auto zou ik ook wel vet vinden. Maar met de roze kunnen we eigenlijk ook wel gewoon Lieselotte gewoon afstrepen nu, hè? Zoveel roze wat wijst naar Lieselot, dan denk je, nee hoor, dat gaan ze niet doen, net als die Tom, hè. De mol is een vader. Alles wat te veel in beeld komt nu, zo bij de mol België, opvallend. Je ziet het met Leila nu, afgevallen. Ja. Ik denk dat we dat dan maar even niet meer naar moeten gaan kijken. Nee, precies. Roze is gewoon roze. Het is gewoon een kleur, jongens. Ja, het verwijst echt niet naar Lieselot. Hoop je. Nou, wat viel er nog op in die opdracht? Dat hebben we een beetje al besproken. Dat het onmogelijk was. Ja. Wat viel mij op in die opdracht met die rode ei, die speciale zakjes? Ja, ja. In het overalpak. Ja, voor sommigen was het onmogelijk, hè? Als je ging kijken als ze opdracht klaar hadden en ze moesten de auto instappen. Ja. Als jij achter op je rug had zitten, dan was je klaar, hè? De rode ei ging sowieso kapot. Dat kon jij niet houden. Net zoals dat je ei ineens in je onderste zit. Want ik vind deze opdracht ook. Is jullie niet opgevallen? Degene die de invloed heeft gehad was Toos. Die heeft de eieren bij Thomas en bij Comfort weg kunnen stoppen. En er waren 25 eieren en 20 eieren. En die heeft de meeste allemaal op de rug geplaatst. Er waren er 13 op de rug bij Thomas. Ja, en 12 eieren heeft hij maar op de zijkant gedaan. Eigenlijk best wel slim, hè? Als je als mol weet van oké, als ik ze achter op de rug doe en op de zijde waar je zit, ja, is de kans heel groot dat die eieren om me kapot gaan. Ja. Nou, daar had ik nog niet over nagedacht. Ja, ik zat daarnaar te kijken. Nee. Ik denk, hé, het viel me op. Hij stopte bij Comfort en bij Thomas zaten ze heel veel op de rug. Bij ieder vakje was bezet. En als je dan keek op hun borst, dan zat vakjes over. Dat ik denk, slim. Toos, dit heb je heel slim gedaan. Ja, dat is een hele mooie molactie dan. Ja, vond ik zelf wel. Heel slim over nagedacht. Kim, had jij nog iets in deze opdracht? Ja, Thomas, die aan het eind voor de neus van de hele groep het eitje van Leila laat vallen. Ze had maar 3 en toen opeens 2. Dat was echt heel sterk, vond ik het vooral. En al die kandidaten gingen erom lachen. Even serieus. Ja, maar dat is... Ja. Ik snap dat je erom moet lachen, maar... als je dan even goed gaat kijken, kan dat best een leuke molactie zijn. Ja. Wacht, ik had wel nog even een goeie. Ik zit even goed te graven in mijn geheugen en ik heb even mijn lijstje voor me. We gaan toch weer even terug naar Lancelot. Je had het niet verwacht. Oh. Maar die is bezig met die ballonnen en die doet dat tape er zo omheen. En die tikt zo het eitje van Ruben uit zijn pak. Maar ik heb nog even de beelden een paar keer goed nagekeken. Maar het was een hele onnatuurlijke beweging die Lancelot maakte. En hij maakte hem ook meerdere keren. En toen mislukte het. En toen tikte toch wel dat eitje eruit. Dus het leek echt te veel gepland. Ja, ja, ja. Ja. Vind ik dan. Klopt. Ja. Leuke molactie in ieder geval als dat een mol is. Een beetje een leuke... dag ei. Ja. Dag geld. Zelf wel geld verdienen, maar iemand anders geld wel weghalen. Ja. Maar wat vonden jullie eigenlijk van dat hier eieren werden gebruikt? Want al die eieren werden een beetje gesloopt en kapot gemaakt en doei allemaal. Moeten we daarover nadenken? Nou ja, er zijn mensen in comments, DM's, die zeggen van een beetje voedselverspilling. Ja. Maar als de eieren al over de datum waren. Ja, oké, maar dat weten we niet. Nee, daarom. Dus we weten aan ook niet dat het zien van Comfort. Aan het gezicht te zien van Comfort, toen ze een ei in het gezicht kreeg, volgens mij, met dat gooien, was het al duidelijk dat de smaak niet lekker was. Nee, oké, misschien was het ook wel gewoon een bedwang. Nu is een rauw ei ook niet aan te raden aan iemand. Nee. Maar zullen we even... We gaan nu naar de derde opdracht.
Ja, die vond ik leuk. Die vond oh ja, leuk. Die kamertjes, toch? Oh met ja. De vrijstellingkamer. Ja, ja, nou. Met knop. Was hier opvallend. Ja, hier tussendoor wil ik heel even nog even iets zeggen. Oh, ja. Want in de autorit, tijdens dat ze daar te horen hebben gekregen dat ze de test niet hoeft te doen in de avond, maar in de ochtend. Ja. Zegt Thomas eigenlijk iets met voorkennis, wat ik heel erg verdacht vind. Thomas die vraagt daar een vraag in de auto, of ze al weten als iemand weer aan hen vraagt of ze op één iemand moeten zetten, om dan de test in te vullen op één iemand. Wie ze daar, op wie je dus dan zou inzetten. En de kandidaten die reageren daar niet echt op, die drie die er in de auto zitten, die kijken Thomas een beetje vragend aan. Ja. En Thomas vraagt het dan nog een keer. En wat vind ik die verdacht aan, als we aflevering 4 gaan beginnen, is eigenlijk de exactezelfde vraag met Back to the Future. En ja, klopt. Als jij de test invult op één iemand, kan je één iemand elimineren. Ja. Heeft Thomas hier voorkennis en geeft hij hier eigenlijk een beetje een signaaltje van wat er komen gaat in aflevering 4? Zo. En dan kan jij dat ook een beetje zien als Back to the Future. Thomas reist in de tijd naar voren. Back to the Future. Dus of staat hij dacht gewoon dat hij in aflevering 3 was, dat Back to the Future executie. Ja. Nee, ja, wat ik hier bedacht er gewoon aan vind, is dat hij voorkennis heeft. Ja. Ja, want hij zegt letterlijk, ik wil heel graag weten, wat zouden jullie doen als jullie iemand tegen jullie zegt dat je op één iemand moet inzetten. Ja. En wat wordt er eigenlijk in aflevering 4 gezegd, dus het begin? Ja, eigenlijk letterlijk hetzelfde door, volgens mij Comfort zegt het. Even kijken hoor. Comfort. Je zet op één in en je kan maar één elimineren. Exact wat ze zegt. Dus met andere woorden, in die test is het slim als je een rood scherm kreeg om op één iemand in te zetten, want dan heb je voorkennis die af zou vallen. Ja. En dat is eigenlijk wat Thomas zegt in de auto. En dat vind ik heel verdacht. Nou, een hele mooie combinatie. Een goede voorkennis als mol. Een soort... Ja, zou kunnen. En... Dat hij een signaal afgeeft. Ja, en wat zei jij nog, Kim? Oh, ik zei hij heeft een heel boekje vol met notities. Ik vond het ziet erg professioneel uit, Arjan. Oh ja, nee, ik heb heel veel opgeschreven in ieder geval, ja. Ik heb het lekker allemaal online. Nee, ik schrijf alles op Nederlands. Laat ik toevallig nog Jeris de Mol ergens in dat boekje. Nee, die staat er wel in. Ja, die staat er nog wel in. Ik wil heel even terugkomen op de afleveringstitel, hè. Dat was Room 237, The Shining, Stay Out of This Room. Als je de 2 keer 3 doet, keer 7, kom je uit op 42. Thomas is 42 jaar. Gewoon een quote? Ja, nee, die quote komt uit de film. En dat is een kamer 237, dat je daar buiten moet blijven. Want daar zitten vergezochte hints en theorieën, die leiden je naar een mysterie. En als je in die film kijkt, komt het getal 42 ook heel vaak voor in die film. Je hebt 42 auto's, je hebt 42 parkeervakjes. Als je 2 maal 3 maal 7 doet, heb je 42. Dus het getal 42 komt heel vaak voor in die film. En het is nu 42 jaar, onze Thomas. Oh ja, dat is wel een mooie. En de code 237 ook op zijn pak staan, op de onzichtbare code, ook weer Thomas. In aflevering 4. Ja, in aflevering 4 bij de eerste opdracht. Ja. Iets om op te letten. En het komt vaker terug, hè, dat Thomas voorkennis heeft op wat komen gaat. Dat is wel leuk. Dat is wel, ja. Iemand had al gevonden in aflevering 1 bijvoorbeeld, dat hij voorkennis had over de andere groep. Aflevering 2 ook zo, aflevering 3 nu dit, aflevering 4. Ja, zou ik me zomaar iets zeggen. Ik weet het niet. Heel erg toffe voorkennis in ieder geval. Heeft iemand nog iets toe te voegen? Ja, ik wil het even over die hotelkamer hebben. Want Tim, volgens mij struikelde jij hier ook over. Waarom heeft Toos geen vrijstelling gepakt daar? Hij heeft €3000 laten liggen. En er is blijkbaar een onzichtbare regel die je nergens terug kan vinden. Dat je pasvragen en een vrijstelling meteen moet inzetten. Nou, ik snap er helemaal geen fik meer van. Volgens mij wel. Volgens mij, als je pasvragen pakt, moet je direct die aflevering. Ik heb dat is een onzichtbare regel. Ja, maar even serieus. Jij bent een kandidaat. Ja. Je gaat samen met een andere kandidaat een vrijstellingenkamer in. Ja. Als je 2 vrijstellings pakt, werd er niks verdiend, toch? Ja.
Ja. Mm-hmm. Als er één vrijstelling wordt gepakt, verdien je 5000 euro. En als je twee vrijstellingen pakt... Bij geen werd er 2000 euro verdiend. Bij één werd er... 5000. Ja. Bij drie 2000. Maar goed, dan ben je dus... Bij één. Ja, dan ben je dus kandidaat Toos. En dan ga je samen met Lieselot die kamer in. En dan zegt Lieselot, ik neem sowieso geen vrijstelling. Nou, dan weet Toos eigenlijk al genoeg. Als jij als kandidaat een vrijstelling pakt, dan hoef jij die potentieel niet in te zetten tijdens de test. Maar dat weten wij niet, omdat wij niet de officiële regels kennen. Misschien is dat een goed idee. Dus mochten de makers van de Mol België dit luisteren, misschien even het hele reglement gewoon op de website zetten. Ja. Is een idee. Iets over pasvragen en vrijstellingen of die nou weg moeten. Precies. Want ik heb nog nooit iemand ze zien bewaren. Nee, maar je kan ze toch heel makkelijk bewaren. Je kan ook gewoon een vrijstelling bewaren. Dat deed Sahil ook bijvoorbeeld. Ja, en dan ligt hij er toen ging hij er wel uit. Had ook iemand 6 pasvragen verdiend of zo. En nu werden ook direct ingezet bij de test. Ja, maar dat vind ik dus heel raar. Want waarom zou dat moeten? Ik weet het niet. Want die aflevering dat je verdient of zo, ik weet het niet. Als ik 6 pasvragen zou hebben, zou ik ze echt niet in één keer allemaal in gaan zetten. Want dan heb ik eigenlijk een soort van vrijstelling. Ja. Maar goed, stel dus, Toos is een kandidaat, dan kan je dus heel slim denken, als je die vrijstelling niet per se meteen hoeft in te zetten, dan pak ik gewoon die vrijstelling, want dan hebben we gewoon 5000 euro voor de bot. Maar wat doet Toos? Die pakt ook geen vrijstelling. Nee. Waardoor er gewoon een verlies van 3000 euro is, wat Kim net zei. Ja. En al zou je wel meteen die vrijstelling moeten inzetten, en Toos die zou hem niet willen hebben, omdat hij gewoon zijn scherm zou willen zien, dan zijn er echt wel mensen in de groep, in aflevering 3 dan, die echt een moord zouden willen doen voor een vrijstelling. En dan kijk ik echt even naar Leila. Ja. Want die wou er super graag heen. En dan pak je er gewoon heen en dan geef je hem aan Leila. En dan kan Leila hem lekker inzetten en dan heb jij geen vrijstelling meer. Dus hij had zoveel andere dingen kunnen doen dan dit. Dus ik vond het zo'n domme actie van hem. Maar mocht hij ze weggeven? Vast wel. Waarom niet? Ja, waarom niet? Dat is ook weer een regel. Ja, je moet het ook direct inzetten. Ja, ik weet het niet. Maar in ieder geval, alles is beter als je 3000 euro extra kan verdienen en kan doorgaan naar de volgende aflevering. Ik had hem gepakt, hoor. Ja, maar ik snap ook wel. Het enige wat ik denk is dat Toos hier als keuze heeft. En die snap ik wel als ik als kandidaat daar zou staan. En ik zou denken van oké, ik pak nu die vrijstelling. Maar ik ben wel gelijk, laat ik me wel zelf zien. Ja. Want ik ben kandidaat. Of ik pak die 2000 euro. Ik weet zekerheid op wie een beetje de mol is. En ik ben zelf nog verdacht. Dus ik maak zelf nog meer kans om door te gaan. Dat die overweging lastig is om te maken als kandidaat zijn. Ja, dat is een goeie. Dus ik denk dat je twee kanten op kan. En wat ik raar vind, het enige. En dat is het hele stukje wat ik hier mis. Hoe Toos überhaupt in die kamer is gekomen. Hoeveel voorkennis had hij daar? Dat hij daar op het bed lag en dat hij het briefje niet zag. Hij drukte heel weinig. De slimste was. Ja, in één keer de slimste was en zei al gelijk van we gaan niet veel drukken. Nee, maar... Dat heeft met het risico te maken. Daarover onderbreek ik je heel even. Dat zit natuurlijk... Ja, maar dat zit natuurlijk ook wel weer gewoon in de montage. Dat Toos per direct zegt dat ze niet zoveel op de knop moeten drukken. Mhm. Kan ook weer een trucje van de makers zijn, want bij Ruben en Leila wordt er bijvoorbeeld ook heel weinig gedrukt. Maar stel je voor Ruben zou zeggen, goh, laten we minder drukken. Dat wordt er dan weer niet ingezet. Zou de mol überhaupt in die kamer willen komen, joh? Ja, ik denk het wel. Ja? Ik denk het wel. Je valt wel op, maar hier gaat het om het geld, hè? Als je Lieselot en Lancelot, nou ja, misschien een slecht voorbeeld. Als je Lieselot en Leila samen naar binnen had laten lopen en Leila zou ook geen vrijstelling willen. Dan hadden ze alsnog een keuze gemaakt om één vrijstelling te pakken. Oké. Ja, ik denk dat je als mol daar niks te zoeken hebt. Je hebt wel een plek waar je wel of geen geld kan verdienen. En dat is wel echt een lievelingsplek voor een mol, hè? Ja. Maar een kandidaat is dat ook meer verleidelijker voor een vrijstelling als een mol. Ja, maar het ding is, volgens mij weten ze van tevoren dat daar een troef in ligt in die kamer. Ja, Lieselotte en Toos blijkbaar wel. Ja, maar ik bedoel daarvoor. Toen ze gingen drukken om in die kamer te komen. Als je zo die gesprek aan de telefoon volgt, wel.
Ja. Volgens mij wel, ja. En kandidaten pakken misschien meestal ook wel een vrijstelling of een postkaart. Ik denk ook dat Ruben of Laila in die kamer komen, waren de twee vrijstellingen eruit te gaan, hoor. Ja. Ja, 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 nu ja. Wil ik even, nu bedenk ik me even net iets. We hebben natuurlijk in aflevering 4 het dagboek van de Mol gehoord. En daarin heeft hij het over, hij of zij, we moeten het even neutraal houden. Dat hij had verwacht dat de kandidaten sowieso die pasvragen zouden pakken. Dus zou de Mol dan bij deze kamer niet ook gewoon denken, kandidaten pakken hier sowieso wel de vrijstelling? Ja, ja. Dat het ook al eerder gebeurt. Dat zou een hele goede kunnen zijn. Maar dat zou dan weer een hint zijn dat Toos of Lieselot weer niet de Mol is. Dus dat sluit niet echt bij mijn eiersplitsing aan. Nou ja, kijk, over Toos en Lieselot niet de Mol. Dat is voor mij al één reden. Aflevering 1, opdracht 1. Je gaat... Dat missen ze nog niet. Nee, maar je gaat toch als maker... Ga je toch niet de kans riskeren... om de Mol een hele aflevering niet in het spel te hebben? Ja, of je weet dat Toos gewoon super goed kan schieten. Ja. Ja, oké, maar niet. Voor hetzelfde geld had Lieselot raak geschoten. Ja, maar kan je oefenen. Ja, dat is wel zo. Maar alsnog vind ik het riskant. 3 weken oefenen en jij schiet ook in die spiegel, hoor, Tim. Ja, oké, klopt wel. Maar waar ga je in België oefenen? Ja, een schietbaan. Ja, gewoon. Hoe dat was ook allemaal, als je die actie ziet in het bos. Ja, okay. Je schiet gewoon. Ja, oké, okay, ja. Maar toch vind ik het een punt waarvan ik denk, weet je, bij die andere opdracht, bij die normale opdracht, daar gaat het om het geld ook, hè? Mm-hmm. En om de tijd. Daar kun je beter mollen. Bijvoorbeeld een thermometer kapot maken. Of de zandloper een paar keer extra omdraaien. Ja, of daarom gewoon, is Lancelot daar nog verdacht. Of gewoon Samja en Connie voorbij lopen. Weet je wel? Dat soort dingen. Ja, ik vond het risico daarbij ook groot dat de opdracht gewoon verdoemd ging. Ja. Met van die tijdwaarnemingen, dat kon. Met zo'n seconde wat eruit kwam, maak je ja, dat is wel. Ja, dat als was wel. Als je iets omdraaien, ga maar op het juiste moment dat doen. Dat gaat verschillen met elkaar. En op een gegeven moment wordt dat verschil steeds groter. Ja. En 2 minuten marge is daar maar weinig. Dus ja, de opdracht die was maar een heel kleine kans dat ze daar geld gingen pakken met volledige opdracht. Ja, ja, ja. Dus de Mol had daar weinig hoeven te doen, in principe. Dus het kan wel dat de Mol daar gewoon afwezig is geweest. Dat kan wel zo zijn, ja. Ja. Door naar aflevering 4. De test en executie-eliminatie. Wie viel eraf? Corny viel af. Ja. Ja. Thomas moest huilen. Ja! Verdacht. Ja. Dat is mijn anti-Thomas hint. Vorig jaar hadden we natuurlijk een mol die heel erg lekker in de groep lag. Lekker sociaal was, wat dan ook. En die brakte natuurlijk, is halverwege van het seizoen weggegaan. Dat heeft iedereen meegekregen. Dus daarom zou ik niet denken dat Thomas de mol is. Hij is de vader van de groep. Dat was Filip vorig jaar ook wel een beetje, vond ik. Dus om nou weer zo iemand de mol te maken, is denk ik voor de makers een te groot risico. Ja, en alsnog vind ik Thomas heel lastig. Ja. Want hij wordt... Kijk, weet je, er wordt in de vrijstellingenkameropdracht wordt er gezegd dat Corny en Thomas het minst verdacht zijn. Ja, dus dan moet je de groep ergens ook weer in geloven, hè? Want de groep ziet meer dan dat wij zien. Ja, ja, dat is ook wel weer zo, maar... Tim heeft gewoon een eigen mening. I'm standing here with my own. Nee, aflevering 4. Ja... Back to the Future. Ja. Heel gaaf thema. Ja. Ja. Beste aflevering. Edit. Eén van. Ja. Ik vind tot dusver de beste aflevering, inderdaad. Jij ook, Arjan. Zeker weten. Ja. Ik heb wel enorm genoten, ja. Ja. Maar we gaan nu even voor de verandering. Gaan we even Dinant het woord geven. Zo. Wat wil ik zeggen? Over het thema. Hoe begon de aflevering? We begonnen. Half bij de eliminatie dat je een tweede kans zou krijgen doordat je eliminatievragen opnieuw in zou mogen vullen. Ja. Of dat je een tweede kans zou krijgen, zeg maar. Ja. Ja.
En toen? Nou gaat hij onthullen dat Dinant jongen was op die fiets, zo ja. Denk, ik zit al te luisteren, ik zit te wachten, maar Dinant zegt het gewoon niet. Dat hij die jongen was die krant gooide, wel. Oh, daarom jij. Nee, die kranten werden gegooid, inderdaad. Ja, de krant ook, ja. Wat stond er op de krant? Een QR-code! Een QR-code! Dinant, ik had het even tegen jou. Wat stond er op die krant? Ik gok op een QR-code. Oké, heb je die QR-code gescand? Nee, maar ik heb er wel wat van gelezen. Ja. En wat stond er? Dit is geen hint. Dit is geen tip, inderdaad. Ja. Dit is geen tip. Dat stond ook in de krant. En toen stond, toen volgens mij was er een bestandje en als je helemaal naar beneden scrolde, nee, dit is toch geen hint, goed. Ja. De broncode, ja. Ja, en dan stond er nog een e-mailadres bij en dat was wel interessant. Als ja, dat wil ik ook zeggen. Ja, de sterretjes de letters invult, dan krijg je... De mol is toos@woestijnvis.nl. Ja, dat is van dat bedrijf. Wat? En dat past precies. En dat past ook in de mol Thomas at woestijnvis.nl. Ik heb een linkje van een TikTok. Ik zal hem even naar jullie doorsturen, want deze hint is van Hanna, volgens mij. Hanna. En dan kan jij hem ook even, Tim, want jij kijkt echt met een gezicht van wat. Ja. Waar hebben jullie het over? Gaat de wereld voor me open? Ja, maar ik denk niet dat je er veel moet achter zoeken, hoor. Maar er stond ook nee, toch niet. Dus hij heeft misschien de mol, hebben we een keertje gezien dat de mol nee heeft ingevuld bij de test. Ja, maar ik vind hem wel weer grappig. Ik dacht eerst, er zit een nee, kan je ook gewoon nee schrijven, dan blijft er een letter N over. En ja, maar dat, dat is in België altijd. Ja, maar in Lancelot zit een letter N. Oh, en in Ruben ook. Wow, nee, dat meen je niet. Kijk, uit door, straks gaat hij nog vergelijken met de achternamen. Ik weet überhaupt de achternamen niet. Dit is de TikTok. Oh ja. Gaan we even kijken. Oh ja. Ja. Ja, zo. Oh, toen ging ik weg. Doei. Oh. Wij zien je kun nog. Je niet kijken of dit een... Even kijken. Tim, helemaal openbaring. Hij doet het niet. Oh, hij doet het. Nou. Tim is de technologie weer. Nou. Ja. Maar dit is het, hè? Sorry, geen tip hier. Of toch? Sluit het boek. Niet. En dan? Dan gaat ze kijken van wie de website is. Het wordt heel stil. We moeten het maar gaan overnemen, hè, Arjan? Ja. Woestijnvis.nl of iets? Staat erachter. Oh. Ja, joh. Wauw. De mol is... Toos. Of... De... Wacht even. De mol Thomas was er ook tussen. Maar ja, heb je niet echt een Nederlandse zin, maar je hoeft je ook niet met je e-mailadres te... Ja, maar er staan een paar... Er staat een aantal sterretjes, hè. En daarin kan je eigenlijk alleen maar de mol is Toos neerzetten. In de volledige naam. Ja. Of maar er kan ook de mol Thomas staan. Ja, dat kan, alleen dan staan er niet genoeg sterretjes voor. Jawel. Nee, want de is weglaten. De is en Toos zijn evenveel letters als Thomas. Oh ja, de mol Thomas. Dat past dat ook niet. Wacht, jawel. De mol Thomas. Wacht, jeetje. Ja, nee, ik ga daar niks achter zoeken, hè. Ik geloof het daar niet, hoor. Ja, je weet als het wel iets zou zijn, zou het wel heel vet zijn. Ja dat wel. Dat wel. Het en het is België, dus we kunnen niet dit soort verborgen hints laten liggen, vind ik. Ja, maar wat zou er anders kunnen staan? Niks. Gewoon grappig. De mol Arizona's. Nee. Nee. @woestijnvis.be. Ja.
lastig. Het is in ieder geval eentje te benoemen. Dus hij kan wijzen naar Toos of naar Thomas. Toos vind ik hem sterker. Ja. Oh, omdat zijn zin beter klopt. Dit vind ik een beetje eng eigenlijk. Maar Dinant. Wat gebeurde er nog meer in deze aflevering? Ik nou, heel de aflevering voor je gaan opnoemen. Ja, doe maar. Mag wel. We hebben een... Nou, we begonnen bij een bom, pasvragen, onder de grond. Ja. Een beetje scheikunde-achtige termen. Daarna hebben we een dag gehad met bingo. En daarna hebben we de eliminatie gehad. Ik vond kort. Het een strontium uitleg. Of een polium. Polonium. Nee, nou, we moeten dus... Een sifium uitleg was het. Een sifium. Een sifium, ja. Idem. Arjan, idem. Oh. Dat gebruikt Lancelot. Een thorium. Een thorium. Precies. Hey, trouwens, iets anders. Wist je dat plutonium de stof was van Back to the Future auto? Die vond ik weer grappig. Ja, dat klopt. Dan komt hij terug. Maar het was jammer. Toos zei polonium in plaats van plutonium. Anders was het wel een leuke link geweest met die Back to the Future vloeistof. Ja. Dat was een leuke geweest. Ja, het was leuk geweest, maar het is niet. Nee, net zoals het e-mailadres. Juist. Ja. Die is nog wel leuk. Die is wel leuk als het Toos is. Ja. Maar oh, anders zou echt een goede zijn. Zo, dit zou een goede zijn. Weet je wat ook een goede zou zijn? Ja, nu kom ik echt met mijn hint. Ik skip even helemaal naar de laatste kamer, als jullie dat oké vinden. De laatste kamer? Ja, bij de eerste opdracht. Oh. Oh, ja, ja, ja. Ja? Oh, dan zijn we voorbij de dingen. Oké, okay, ja. Ja, ja, jullie mogen straks... Maar ik wil even mijn hint kwijt. Toos en Thomas staan daar. Toevallig de twee T'tjes. Maar... Wat is er mis met de letter T? Niks. Oh. Nou, ga verder. Maar ik vond het gewoon grappig. Ik zei het wel. Toos en Thomas worden volgens mij op het moment door ons het meest verdacht. Maar in ieder geval, ik heb een leuke hint naar Toos. Zou je niet verwachten, aangezien die in mijn eindsplitsing zit. In het krantenartikel staat er dat de overige twee kandidaten met een lift naar beneden gaan. Dit kan een normale lift zijn. Schaarlift. Maakt niet uit. Toos, die zegt schaarlift. Inderdaad, Tim. Bedankt voor mijn hint spoileren. Nu zou het natuurlijk een connectie kunnen zijn met zijn werk. Hij is schijnwerker. Die gebruik je af en toe ook wel bij zijn beroep. Maar ik vond het heel apart, want je zit natuurlijk in een spel. En hoe weet jij dat het een schaarlift is? Dat is nooit verteld. Je hebt hem niet kunnen zien ondergronds. Wat dan ook. Het lijkt echt alsof hij gewoon hier voorkennis heeft. Ja, die vind ik heel sterk. Ja. Dat was mijn dingetje. Nu mag je niet meer door. Nu maar ja, aan de andere kant... hebben wij gezien hoe de kandidaten naar beneden liepen? Ja, door zo'n hele lange tunnel omlaag. Met een tuigie. Oh ja, met een tuigie. Ja. Ja, oké. Okay. En er zaten in die kamer waar Lieselot en Lancelot aan het eind kwamen. Ook de elletjes. Grappig dit trouwens, bedenk ik. De lotjes. Maar als je ziek bent, ga je over hele rare dingen denken. Het lot ligt in hun handen. Ja, maar er zaten geen deuren of wat dan ook in die kamer. Dus, of raampjes. Dus de kandidaten die naar beneden zijn geklommen, hebben het ook niet kunnen zien dat er een schaarlift stond. Nee, klopt. Klopt, want dat ding zat ook dicht inderdaad, ja. Daarom. Lieselot ging weer niet voor de pas vragen. Dat is toch zo 10.000 euro in de pot door haar, eigenlijk. Maar ik vind het ook raar dat... Lancelot niet voor pasvraag is gegaan, want daar heeft hij 5.000 euro mee verdiend. Klopt. Door de druk van Lieselot. Niemand die durft meer wat te pakken door de druk van Lieselot. Ja. Dat is wat ik denk. Arjan is heel stil en is heel erg hard nadenken, dus ik hoop dat er nu een hele goede hint er naartoe komt. Of ik word volledig afgekraakt. Alleen omdat Toos de verkeerde code indrukt. Ja, maar die was die niet misschien een beetje te veel in beeld?
Nou, ik zag niet of Toos het deed of dat Thomas het deed, dus dat werd een beetje uit de montage gelaten. Maar ik vond het wel bedacht dat Thomas zijn code verkeerd werd ingevoerd. Nee, als het eerst, dan maakt het niet meer uit welke code er daarna goed of fout komt. De mol weet sowieso dat die lift naar beneden gaat. Ja. Ja, en daar ook even over. Daar heb ik nog even goed naar gekeken. In Café de Mol laat ze dat ook zien, volgens een afbeelding, die code. Mm-hmm. Die code die wordt ingevoerd. Wat nou als dat shot gewoon gemaakt is, dat het lijkt alsof die daarop werd ingevuld inderdaad. En dat die daarna Toos of Thomas nog verder aan het spoelen was naar de juiste code. En dan wil ik een gedachte naar Thomas. Want het wordt dat je snel denkt aan Toos. En daarom denk ik van oké, dus de makers willen dat we het Toos zien doen. Dan is Thomas die verdachte. Die heeft na de rand misschien nog een keer die code verwisseld. Gewoon zo. Zonder dat Toos het heeft gemeld. Ja, of juist een antimo-actie van een van de twee. Dat het eigenlijk in beeld is gebracht dat het een foute code is die ingevuld is. Dat is in beeld gebracht. Maar dat ze daarna nog verder gingen spoelen naar de juiste code. En dat Ruben dan uiteindelijk degene is waardoor het eigenlijk mislukt. Mm-hmm. Want Ruben wilde zijn code niet geven. Dus dan lijkt mij dat de rest van alle codes wel goed is. En dat je alleen Rubens code nog over hebt. En dan kan je als mol heel slim zeggen... Goh, laten we even nog wat andere codes proberen. Misschien maar dat wordt is... ja? heel duidelijk in beeld gebracht. Klopt, klopt. Dat Ruben niet voor de code gaat. Hij gaat ook een beetje als ze staan... Ik vind dat te opvallend als je het vergelijkt met wat ze daar stiekem doen. En waarom laten ze dan eigenlijk daar een beetje Thomas een beetje weg? Omdat het om Thomas een code gaat. Dan denk ik dat we toch een beetje meer in die hoek moeten kijken. Dat ik dat gevaarlijker vind als wat Ruben daar heeft gedaan. Maar het is ook lekker voor Toos. Als Thomas misschien een fout heeft gemaakt, dan denkt Toos... Oh, ja, daar ga ik lekker in mee. Ja. Dan gaan ze niet extra controleren met Blacklight. Ja. Maar goed... Ja. Toen. En waar komt de code trouwens ook voor terug van 237 hè, van Thomas? Hè? Op die onze zichtbare code. De code, daar staat de cijfers 237. Staan ook in zijn nummer. Dan kun je weer 42 gaan. Ja, Steenhout 237. Dinant. Ja. Wat vond jij van deze opdracht? Heb je het nou over die... Ja, sorry. Ik zit heel even weer... Wat heb jij nou weer? Is het nou de bomopdracht? Of is de het, bom. De bom. Bom. De bom. Ik vond hem... Ja, aan de ene kant best wel ingewikkeld. Maar ik vond het op het begin ook raar dat Lieselot... Die had nog zoveel keuze en die pakte dan een foute. En uiteindelijk lag het weer bij haar. Ja. Ja. Dus het vond ik heel raar. Ja. wat ik nog gedacht vind, is dat wat ik ook denk van oké, Toos, waarom zegt de mol in het dagboek dat het groepsgevoel sterker was? Dan kan je eigenlijk alleen maar een beetje nagaan dat Toos of Ruben eigenlijk de mol moet zijn. Want die hebben geprobeerd om de keuze bij Lieselot of bij, wie stond dan mee? Lancelot. De keuze te laten om pasvraag op te pakken. Ja, en dat vond ik dus eigenlijk een beetje... Daarom denk ik dat Ruben of Toos hier eigenlijk de mol moet zijn en niet Lieselot of Lancelot. Nee. Al kan Lancelot weer mee zijn gegaan met Lieselot, omdat hij niet durft om de groepsvrijstelling te pakken, dan kan het ook wel weer slaan op Lancelot dat hij daar zegt van oké, groepsgevoel is sterker. Dus ja, Het kunnen er zijn, in mijn ogen. Dat is Lancelot, Ruben of Toos. Of Thomas. Vier. En maar deze ook met de tekst van het dagboek erbij, hè? Ja. Dat vind ik heel mooi uitgelegd zo. Hoeveel opdrachten waren er? De bingo! Oh ja, de bingo. De bingo in de dierentuin. Dat waar zou je het mol zitten? Bingo. Dierentuin. Zo, de dierentuin. Dierentuin. Ik zeg bingo. Bingo kan op zich ook. Ik had daar nog een soort theorie van. Stel je verdient bij de bingo gewoon 1000 euro. En je weet als mol heb je voorkennis. Dan ga je gewoon in de testopdracht daarna gewoon die 1000 euro eruit halen. Dan heb je gewoon helemaal niks aan die twee opdrachten.
Wat? Ja, maar dan wil je als mol toch alsnog die pot zo laag mogelijk houden. Dan wil je alsnog geen 1000 euro verdienen ervoor. Wil je maar stel, niemand zou Comfort helpen en Comfort had alles fout gehad, behalve die van zichzelf. Dan was er best nog wel wat geld uitgegaan. Ja, maar dat is weer de opdracht daarna. Dat was... Klopt. Ja, maar dat weet de mol toch al wel? Ja, dus voorkennis. Wat ik vooral denk, in de dierentuin ben je altijd met iemand anders. Als jij aan het mollen bent, dan zit er iemand bovenop je lip om het te corrigeren. Ja. Dus dat zou je als mol niet willen. Nu ben je bij de bingo ben je eigenlijk een beetje bejaard. Je kan slecht horen, je kan slecht zien, je kan slecht lopen. Dit kan je allemaal als excuus gebruiken om te zeggen... Oh, ik heb het nummertje echt niet gezien. Ik dacht al dat ik hem afgestreept had. Verkeerde nummertjes afstrepen en een foute bingo krijgen. Allemaal dat soort dingetjes. Dus daarom denk ik dat je beter bij de bingo had kunnen zitten. Maar... Nu heb ik toch wel een soort van hint van dat de mol in de dierentuin zit. Dus echt, alles wat ik zeg, het klopt eigenlijk bijna van geen enkele kant. Wat mij opviel is dat er 1000 euro verdiend is. Nou, dat weten we allemaal natuurlijk wel. Mm. Maar dat kwam omdat Leila en Comfort, de twee mensen waarvan we weten dat ze kandidaat zijn, die waren toen in de dierentuin. En toen op het moment dat Ruben en Thomas in de dierentuin stonden, is er geen geld verdiend. En Thomas die had ook nog eens alle vragen fout. Ja, en daar even over. Dus mijn theorie is een beetje dubbel. En daar even over. Ruben, die zegt eerst antwoord C bij de vraag met de Jaguar. Dat was goed. Terwijl de rest D zei. Waaronder volgens mij ook Thomas, dacht ik. Maar Comfort en Leila die worden een beetje meer in beeld gebracht daar. Dan in een vraag ergens daarna kwam de vraag met de neushoorn. De neushoorn zal wel 1 hoorn hebben. Zeiden Thomas en Ruben gezamenlijk in koor. Zei Ruben. En Ruben? Ja, Ruben zei dat alleen. Maar... Dat zien we dus in beeld. Het kan ook zo zijn dat Thomas al een beetje had gepost op... heeft hij toch 1 hoorn? Ik weet het niet. Beetje een soort omweg. Maar dat kan. Dat is natuurlijk verdacht. Uiteindelijk hadden ze die vraag wel goed. Want ze werden Leila en Comfort kwamen toe. De rescue. Heel mooi. Wat mij nog meer opviel. Er kwam daarna ergens ook nog een keer een vraag... En daarop antwoordde Thomas meteen vol D. Het is D, het is D, het is D. Met die alligator zoals dat volgens mij. Het is D. En Ruben zei, nou, ik denk misschien C. Nee, het is D, het is D, C. Uiteindelijk zeiden ze C. Ja. En daardoor hadden de tegenstanders hadden bingo, toch? Dat was de allerlaatste, dacht ik. Of niet? Daardoor hadden ze de kaart vol. Klopt. Ja, Thomas. Ja. Nee, dat was niet de allerlaatste, want de allerlaatste was met de beren. Oh ja, de laatste was met de beren. Oh ja, met de en beren. Die las volgens mij, Thomas las die vraag nog hard op. Of die, die regel. Het was de bingo van het kruis, denk ik. Ja, klopt. En ik heb nog iets met spelfouten, want het was een vraag van spelfouten, weet je nog? Nou staat er dus in die krant een heel verhaaltje daarover. De spelfout, ja. En er is ontdekt dat Gilles zijn naam... Met 1 L is gegeven in plaats van 2. Nou, dus, waar is de andere L gebleven? Ja. Lancelot. Bij de mol. De misschien. Ja, dat is een hele mooie hint. De L van mol. Of het is expres, of het is gewoon een foutje en geweest. En dan nog een keer, waar is de L gebleven, Tim? Voor jou en voor de tunneltje van Kim? Welke bal maakten ze de kaart vol? Nummer 12. En 12 is de L. Jongens, het is gewoon Lieselot. Weet je, ze gooit bijna 15.000 euro in de pot. Maar ze is het gewoon. Ja, maar dat deed Merel ook, hè? Ja, toevallig nummerootje 12 was bingo. Met het hele kaart vol was nummertje 12 als laatste. Nou, 12 is de letter L. Lancelot of Lieselot. Ja, oké, maar... Maar het is gewoon Toos. Misschien. Ja. Yeah. Denk het wel. Maar het zou zomaar kunnen. Ja, het zou een goede zijn. Nou, wat ik verdacht vond is dat Thomas die tandjes gelijk verkeerd opnoemde. En dat hij daar opnoemde dat hij een mens zag. Dat vond ik zelf een beetje bedacht. Geleken dat je het wel gelijk kon zien dat het geen menselijke gebit was.
is, weet je wel. Dus besef ook er nog bij, hij is leraar. Ja, vond ik dat een beetje een rare opmerking van hem. Ja, leraar aardrijkskunde, toch? Ja. Ja. Dus dan maakt het dan meteen nog meer verdacht. Ja, ik vind het een beetje zwaar. Oh, wacht. Aardrijkskunde is geen biologie. Nee, maar ik denk dat iedereen toch wel kan herscheiden dat je dat geen menselijke boek is. Nee. En wat ik nog bedacht van in dit stukje, was, en dat is nog niet genoemd, is dat Thomas en Ruben komen elke keer de senioren tegen. Ja. En het is wel toevallig dat hun het alleen tegenkomen elke keer. En op het moment dat het er wel juist uitkomt, net als bij die laatste met die kaart nummer 12, kwam het er eigenlijk Thomas wel goed uit. En hij stond ook op een positie iets naar achteren. Ruben stond er met de rug naartoe. En toch laat hij zich weer pakken. En dat was eigenlijk best wel een beslissend moment. Ja, Jurre stond met zijn rug daar naartoe inderdaad. De meiden komen de senioren wel tegen, maar ze lopen er omheen. Ja. Terwijl de jongens er echt gewoon vol tegenaan liepen een keer. Ja, die eerste keer. Maar Arjan, weet je wat je zo net hebt gezegd? Nee. Je zei, Jurre staat er met zijn rug tegenaan. Ah, joh, hou op jij. Ik ook goed. Is een hint naar Toos, volgens mij. Ja. Dat kan helemaal niet. Laat maar. Zullen we naar opdracht 3 gaan? Eliminatie. Ja, dat is een soort van opdracht. Dat is een opdracht. Ja. Nou ja, je kon er geld verdienen. Wat zou jij hier doen als kandidaat, Dinant? Nou, ik denk dat ik wel... Ja, het ligt net aan wat de groep zou doen. Want als je denkt, het komt al in de min... Dan kan je hem net zo goed een beetje in de plus doen. Maar ik denk dat de mol hem gewoon fout heeft gegeven. Ja. En wat zou je dan invullen in de test? Zou jij echt specifiek op één persoon vol inzetten? Als mol of als kandidaat? Als kandidaat, hè? Nou ja, ik zou gewoon doen wat ik normaal ook zou doen. Ik zou het niet wisselen. Want als je dan rood krijgt, dan weet je, ja, ik moet wel wisselen. Ja. Goed. Want als je het nu fout gaat doen en je hebt een rood scherm en je hebt het toch... En je haalt het net niet, dan is het heel zuur. Ja. Ja, zou ik wat vertellen anders? Ja, doe jij maar, Kim. Vertel jij maar. Ja, nu zou ik comfort zelf afstrepen als mol. Ik denk niet meer dat zij de mol zou kunnen zijn. Want dan zou je echt al de testresultaten van de andere kandidaten moeten weten. Moet je weten, oké, ik moet 1 of 2 vragen minder fout doen, meer fout doen, want dan kan ik met mijn eigen 2 testvragen sowieso nog erbovenuit komen. Heb ik een groen scherm, want de mol kan natuurlijk niet naar huis. En dat zou ik een beetje fucked up vinden. Ook heel erg vals spelen van de regie, zeg maar, of van de makers. Daardoor zou ik comfort afstrepen. Ook was ze heel emotioneel op een gegeven moment dat ze de groene scherm zou krijgen. Nou, de mol weet sowieso dat hij een groen scherm krijgt. Nu had ik ook nog wel wat naar Leyla. Leyla zegt namelijk dat ze al in is gegaan. Maar we weten natuurlijk door de website die ik heb... dat je niet al in op 1 iemand kan. Want als je een vraag over een groep beantwoordt... stem je automatisch ook op een paar andere mensen. Dus het zou best kunnen dat Leyla in de afgelopen afleveringen daardoor is gegaan... omdat ze dan net genoeg goed had door die vragen waar je in wat spreidt. Maar dat ze daardoor dus fout zat... En daardoor kunnen we dus een beetje Thomas afstrepen. Want ze vond Thomas en Lieselot een beetje verdacht. Ja, klopt. Ik heb hier ook nog een hele grote theorie bij. Die theorie die wordt donderdag om 5:00 uitgezonden. Mijn YouTube kanaal. Over wie comfort verdenkt, wie dit, wie dat. Testresultaten dit, dit is de mol. Nou, allemaal heel interessant. Nou heb ik ook nog een paar berichten binnengekregen van... Comfort kan gewoon nog de mol zijn. Ik ook. Lijkt mij niet dat de makers een rood scherm geven aan de mol. En om die comfort tunnel weer even een beetje aan te zetten. Waar gaat comfort voor? Als Vieke zelf de keuze heeft om te gokken? Nou. Vraag nummer C. Dus elke keer C. Dus je gokt 4 keer op C. Nou ja, comfort begint met een C. Dus, als je mensen voor comfort zitten, blijf lekker zitten. Is comfort.
Mooi zo. Ja. En daar nee, ik geloof het ook niet. Ik geloof niet dat de mol trouwens rood kan krijgen. Nee, denk ik ook nee, niet. Nee, want de mol kan niet naar huis. Dat betekent niet dat hij een rood scherm kan krijgen. Ja, ja maar... zou het wel doen als ze dat hanteren, laat ik het zo zeggen. Precies ja, wat jij draait... uitlegde, Kim. Ja, het draait hier om de testresultaten. Dus als mol maak je de test sowieso alleen voor de shots, volgens mij. Yeah. Ja. Nou, en wat je dan ook doet, stel Comfort is de mol. Dan weet je de makers dus, oké, Comfort gaat rood krijgen. Dan is het dus de heel grote kans dat bij de rest, die dus all in is gegaan op een verkeerde kandidaat, dat die de afvaller gaat worden. Dat is dan al een zekerheid, hè? Dus je geeft eigenlijk helemaal geen kans om überhaupt nog het spel te spelen. Dus je neemt het eigenlijk onaf. Dus daarom denk ik dat Comfort nooit de mol kan zijn. Nee, want dan zou de regie veel te veel vals spelen, op wat ik zei. Ja, precies dat, Kim. Ja, precies dat. Ja. We zitten voor het eerst op één lijn. Oh nee hoor, ik heb al vaker gehoord. En dan gaan wij hiermee ook even de procast afsluiten. Bedankt dat jullie er weer waren. Was gezellig. Ook Arjan. Ja, is goed. Mooi. Is goed. Volg ons allemaal op... Volg ons allemaal op de socials. Insta, YouTube. Eigenlijk een beetje alles. Niet en dan... de moltest te maken. Nee, de moltest op demoltest.be volgens mij. Ja. En dan... Ik heb toevoegen, want ik sta op 18, 17. Ik denk, ja, wat moet ik hier nou mee? En dan hebben we nog even het allerlaatste woordje. En dat is... Houders. Nee, laters. Doei. Laters.